Hoi, wat leuk dat je luistert naar Dokkast. In deze podcast van Bibliotheek Dok praten kinderen over dingen die ze meemaken. Ben je ook zo benieuwd naar het verhaal van een ander kind? Luister dan gezellig mee. In deze aflevering vertelt Britt over hoe het is als je vader wordt uitgezonden. Britt, wat leuk dat je jouw verhaal wilt delen met ons. En je bent 10 jaar. En wat is het verhaal precies wat jij aan ons wilt vertellen? Ik zat in groep 4. Ik was 7. En ik kwam erachter dat mijn vader een half jaar weg moet. Dat is natuurlijk wel even schrikken. Ja. Ja. Een half jaar. Ja. En waarom moest hij weg? Hij moest het leger helpen in Afghanistan. Dus de politie tips geven. En dat kon natuurlijk best wel eens gevaarlijk zijn. Dus dat was ook best wel spannend. Ja. En dat is voor zijn werk? Ja, hij werkt bij de Koninklijke Marechaussee. Dus. Oh, en wat houdt dat dan precies in? Kan je dat vertellen? Dat is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen. Ja. Want het zijn allemaal verschillende dingen. Dus eigenlijk, vorige baan was dat hij het Koninklijke Huis beschermde. Dus het huis van de koning. Maar nu werkt hij voor de opleiding van de Marechaussee. Dus er zijn heel veel verschillende banen. Oké, wow. En toen kreeg je dus te horen dat hij een half jaar weg moest naar Afghanistan. Kan je vertellen wat Afghanistan voor land is? Weet je daar iets over? Nou, het is sowieso een land waar nog steeds best wel veel oorlog is. Nu worden er geen soldaten meer uitgezonden. Mm. Maar de Taliban heeft daar nu de macht. Dus ja. Dus voor de hij ging daarheen omdat er oorlog was. En hij eigenlijk ook het moest beschermen. En jij zat toen in groep 4, zei je? Ja, klopt. En snapte je toen een beetje wat er gebeurde? Een klein beetje, maar ik wist niet echt dat het spannend kon zijn. Want ze legden eigenlijk uit dat het niet spannend zou zijn. Maar laatst vroeg ik of er wel spannende momenten waren. En dat waren er dan soms wel. Ja, dat geloof ik wel, ja. En was jij dan op dat moment wel eens bang? Nee, maar ik miste hem natuurlijk wel. Want ik ben altijd dat ik 2 ouders heb. En als ik dan ruzie heb met de een, dan wil ik dan naar de ander toe. Maar dan nu stond ik op mijn bed schreeuwen. Ja, waren er dan ook nog wel leuke dingen aan? Ook? Zitten er ook? Ik deed heel veel met mijn moeder. Ik stond nu in de 2e positie. Mijn broertje op de 3e positie. Dus ik hielp mijn moeder wel. En we gingen soms uit eten. En er is iets heel leuks. We hadden een aftelkalender gemaakt. En hadden we vakjes. En in die vakjes zat elke dag een muntje of zo. Dus dan kon je elke dag een muntje eruit halen. En dan? En wat deed je dan met de muntjes? Sparen. Ah, voor een half jaar lang? Ja, half jaar lang. Oh, en dat had mijn oma en mijn vader gemaakt. Ah, oh, wat leuk. Dat hij wegging. Dus dat was wel echt heel leuk. Dus elke dag eventjes een lichtpuntje. Ja, zeker. En waar hebben jullie dan voor gespaard? Heb je daar uiteindelijk iets leuks van gedaan? Weet je dat nog? Niet precies, maar volgens mij had ik uiteindelijk zoveel geld dat ik een poppenhuis had gekocht. Oh, cool. Die nu weer weg is. Ja. En daar heb ik weer wat anders van gekocht. Ja. Hey, en wat is dan uitgezonden precies? Want ik denk dat er heel veel kinderen luisteren die niet precies weten wat uitgezonden wordt. Nou, eigenlijk net als een brief word je in een, gewoon in een vliegtuig met allemaal andere soldaten. Daar had je dan ook vrienden. En dan word je met een vliegtuig naar een soort van kamp gestuurd, een landingskamp. Mm-hmm. En ja, daar ga je dan de mensen helpen. Ja. Dat is wel een mooi beroep. Ja, zeker. Ik vond het ook altijd wel cool, want dan komt hij soms in zijn uniform naar school toe en al die kinderen kijken, dus dat is wel heel grappig. Ja, ja. En dan ging hij dan wel eens op school iets vertellen ook misschien? Om het uit te leggen? Voordat hij wegging, wou ik niet zoveel vragen krijgen. Dus toen heeft hij een presentatie gehouden over zijn beroep en dat hij wegging. Ja, dat. Ja. Ja, want je zegt, ik wilde niet zoveel vragen krijgen. Ook omdat het dan lastig was. Dat je dacht van, ik kan er niet... Ja, alsnog kwamen er wel heel veel vragen van. Vind je het niet eng? En dat soort dingen. Ja. 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 Er is ook een vraag van een luisteraar. Wat is het eerste gevoel dat je kreeg toen je hoorde dat je vader werd uitgezonden? Nou, eigenlijk kon ik het niet echt geloven. Eigenlijk in het begin was het niet heel werkelijk. Maar pas toen hij wegging, toen werd ik heel verdrietig. Ja. In het begin was het zo van, dan kon je niet echt geloven dat hij een half jaar wegging.
Nee. Ze moest eerst toch even binnenkomen. Ja, dat snap ik. Ja, en je weet ook niet zo goed wat je te wachten staat, ja, denk ik, hè? Ik weet het eigenlijk nog precies. We zaten aan tafel en daarna zouden we weggaan. Maar mijn ouders wisten al dat het een tijdje zou kunnen gaan gebeuren. Omdat hij het al eens een keer had uitgesteld. Mm-hmm. Dus we wisten wel dat het al kon gaan gebeuren. Maar dat wist ik niet. Nee, nee. En heb jij misschien tips voor andere kinderen? Want er zijn misschien best wel veel kindjes die... Nou ja, dat hoeft niet per se als je vader wordt uitgezonden, maar die een vader of een moeder voor een langere tijd moeten missen. Heb jij misschien een goede tip voor die kinderen? Nou, sowieso gewoon als dat kan bellen en misschien wat lichtpuntjes verzinnen, zoals een aftelkalender of zoiets. Dus dingen verzinnen die dan wel leuk kunnen zijn. En zeker als dat kan, gewoon contact houden. Dat is altijd het belangrijkste. Ik kreeg in die tijd ook een telefoon. En toen kon ik dan ook bellen met mijn vader. Hij had ook best wel veel vrije tijd. Dus dan ging je ook computerspelletjes spelen. En dan zei hij, ik heb weer een nieuwe record. En dan wou je dat weer verslaan. Dus. Oh, dat is ook wel cool. Dus dat kon ook. Ja. Ja. En wat, hoe was dat dan toen hij weer terugkwam? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, eigenlijk stonden de tranen van vreugde in mijn ogen. Het duurde heel lang, want toen kwamen we steeds meer soldaten en zo. En toen uiteindelijk kwam mijn vader. En we hadden ook een spandoek gemaakt met daarop, je bent weer terug. Dus dat was heel leuk. En hij mocht 2 weken vrij nemen en toen zijn we met heel de familie op vakantie geweest. Oh, leuk hoor, dat is dan wel fijn, ja, dat dat kan. Ja. Hey, en Tamara, die heeft ook tips voor ons. Tamara van Dok, die heeft misschien leuke boekentips voor kinderen die daar iets meer over willen lezen of weten. Zeker, want jij zegt papa werkt bij de marechaussee. En dat is natuurlijk een heel mooi beroep. En wij hebben een thema beroepen. En daar vind je alle boeken over beroepen. Als je nou een beetje wil weten hoe het is als je vader ineens weg is en uitgezonden wordt, dan kan je altijd kijken naar de klassieker Toen mijn vader een struik werd van Joke van Leeuwen. En die vind je weer bij het thema samenleven. Top, dankjewel. Britt, super bedankt dat je jouw verhaal met ons wilde delen. Ja, was superleuk. Dank je. En ik hoop dat andere mensen er wat mee kunnen. Wat lief van jou, heel goed. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer horen of juist zelf verder lezen? Kies dan voor nog een aflevering. Maak gebruik van de boekentip of kom nog meer verhalen ontdekken bij Dok.